Welkom bij de 21.2 Biocast. En die gaat over hoe het DNA eigenlijk is opgerold. Geordend verpakt dus. En in je cellen, in je kernen van je cellen, gaat het heel netjes. Je ziet hier een plaatje, die is niet helemaal compleet. Wel zie je de dubbele helix en de histone onderin. Maar je ziet niet hoe zo'n chromatide precies is gewikkeld. En dat zie je hier wel. Het begint bij de dubbele helix, dan rond de histone. En let op de groottes. En op een gegeven moment ga je van nanometers naar micrometers over. En dat is dus een factor 1000 groter. En tenslotte zie je de ena onderaan een chromatide die opgerold is. En onderop zie je het chromosoom met de centromeer. En die bestaat hier uit, twee chromatiden. Hoe weten we ook weer dat die dubbele helixvorm van DNA bestaat? Wel, dat was Rosalind Franklin die aan kristallografie deed. Het maakt met röntgenstralen bestoken van een molecuul. En dan de terugkaatsing en de verstrooiing van die stralen met een foto vastleggen. En dit zette Watson op het spoor van de dubbele helix. Dit is Rosalind Franklin en die was al overleden toen haar bijdrage aan die ontdekking van die structuur van DNA duidelijk werd. Dit is Watson die een klein model bekijkt, maar we kennen eigenlijk allemaal deze Watson en Crick die het grote model van het DNA-molecuul wat ze gebouwd hebben bekijken. En tijdens de mitose, tijdens de metafase, zijn natuurlijk de chromosomen helemaal gespiraliseerd. Maar tijdens de interfase zijn sommige stukken wel gespiraliseerd en andere niet. En de stukken die helemaal gespiraliseerd zijn, die kunnen natuurlijk niet afgelezen worden en andere wel. Links onderin zie je een celkern en je ziet het donkere gedeelte, het heterochromatine. En het heterochromatine, dat is dicht gespiraliseerd, kan niet afgelezen worden. En het euchromatine, wel het lichtere gedeelte. Hoe zit dat nou eigenlijk? Want het was zo dat een gen wordt afgelezen, kan dus overgeschreven worden en kan vertaald worden door een eiwit. En aangezien mannen één X-chromosoom hebben, dus één exemplaar van die genen, en een vrouw heeft twee X-chromosomen, dus twee exemplaren, betekent dan dat een vrouw twee keer zoveel functioneel eiwit maakt als een man? Nee, dat is niet zo. Ook tijdens interfase is er één van de chromosomen gespiraliseerd, van de X-chromosomen. En je kunt dat zien, als je kijkt naar het rechterplaatje, dan zie je het Barr-lichaampje, genoemd naar degene die dit ontdekt heeft. En dat is een X-chromosoom wat constant gespiraliseerd is en dus niet afgelezen wordt. En tijdens de embryonale ontwikkeling wordt er lukraak één van de chromosomen in een cel gekozen die gespiraliseerd blijft en die een Barr-lichaampje wordt. En dat betekent dat een vrouw in sommige cellen van haar lichaam het chromosoom actief heeft dat ze van haar vader krijgt en in andere het chromosoom dat ze van haar moeder krijgt. En dat was hem alweer, de 21.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.